I'm pregnant. 12 weken en 6 dagen. En ik ben er vandaag achter gekomen dat het een meisje is. En ik ben super excited, want dat is altijd mijn eerste gevoel geweest. Dat is ook wat mijn spirit team zei. Dus ik ben heel blij dat het bevestigd is. En nu gaan we naar het verhaal van waarom is Axel zwanger? Hallo allemaal! Dit wordt een hele leuke vlog. Want vandaag vertel ik jullie het verhaal van Axel en Dries, die zwanger werden. En dat is voor de hele, allez, voor de meesten denk ik wel een hele grote verrassing. Omdat dat natuurlijk niet een geplande zwangerschap was. Toch niet 3D gezien, aard. Maar ja, het is er wel. Dus we gaan even naar het begin. Dus ik ben een... Enkele maanden. Eigenlijk, ik ken Dries al een jaar. Hè? Dus, een jaar. En ik... Amai. En eigenlijk aten wij elke week samen. Dus ik heb hem leren kennen via Joni. En Max, want dat is eigenlijk hun beste vriend. Hè? Dus ik heb hem zo leren kennen. En vaak aten wij samen met vier. En ja. Ja, is alles zo een klein beetje... Voelde ik meer en meer interesse naar hem toe. En ja, we zijn nog helemaal niet lang samen eigenlijk, maar het voelt wel echt heel goed. Voor degene die ja, een beetje zo mijn liefdesleven gevolgd hebben. Ik heb ook echt heel bewust hem ja, op de achtergrond gehouden. Het was eigenlijk mijn bedoeling om hem pas echt te introduceren als ik wist, oké, we zijn zo lang samen en ik ben heel zeker ervan. En dus niet te snel daarin te zijn. Omdat ik dan op social media toch hè, ja, heb bekijks en mensen weten snel dingen. Dus vandaar. Maar dan hadden ze een ander plan voor ons. En plots was er dus die kleine baby. En dat was een shock voor ons allebei. Want ja, dat was, ja, je bent nog maar in het prille begin van je relatie eigenlijk. Je bent elkaar nog op een andere manier aan het leren kennen dan dat je elkaar vriendschappelijk kent. Maar ik... was wel instant aangetrokken tot hem. En vanaf de eerste kus wist ik van, oké, deze jongen is een ander level voor mij. Qua liefde en qua geborgenheid en qua veiligheid. Dus ik voelde me meteen heel goed bij hem. En ik wist dat hij een heel groot hoofdstuk ging zijn in mijn leven. Dus dat heb ik van het begin altijd wel geweten. Van, dit is iets... Deze komt iets doen voor mij. Ik wist alleen niet dat het deze ging doen voor mij. Dus ja... En dan was dat daar en dan hebben we wel even een hele moeilijke periode gehad. Dus to be very, very honest, hè, ik deel de ups en de downs, ik deel het donkere. Het is niet gepland, komt, het is daar en dan... Ik ben 27 jaar, ik ben geen 16 meer, dus voor mij is dat meer van ja, ik wil ooit mama worden. En timing, oké, het is allemaal niet perfect, maar dat is het nooit. En ik had eigenlijk instant van het moment dat ik wist dat ik zwanger was, wel het idee van oké, dat komt voor een reden. Hè. Jullie kennen mij. Ik heb dan ook meteen spiritueel gekeken. Wat komt dat doen voor mij? Wat komt dat doen voor hem? En het was duidelijk dat dat eigenlijk al gepland was. Omdat ik in... ja, voor degenen die een beetje astrologisch volgen. Hè, iedereen heeft op zijn 27 jaar een Saturnus return. Bij mij staat dat in het huis van gezin. En dat is begonnen in december. En zowel voor hem als voor mij is onze Saturnus Return begonnen. En vorig jaar had ik daar een reading op gedaan. En toen hadden ze gezegd van je gaat een hele belangrijke keuze moeten maken die je leven voor altijd gaat veranderen. En ik wist ook meteen als de baby daar was van, ah, dat was deze keuze. Hè? Dus dat is eigenlijk deel van mijn Saturnus Return, om het zo te zeggen. Ik word mama en dat is eigenlijk mijn volgende hoofdstuk. Dus van het moment dat die baby in mijn buik zat, wist ik van dat komt iets doen, dat is belangrijk. Ik mag hier niet zomaar licht overgaan. Ook al zijn de omstandigheden 3D gezien allemaal hè, sucky. Dat was eigenlijk een hele grote leap of faith dat ik heb moeten nemen. Hij was daar instant nee tegen eigenlijk. Dus dat is ook iets dat ik heel eerlijk kan delen met iedereen. Want dat is echt moeilijk geweest. Ik heb hem ook daar zijn vrijheid in gegund, zijn rust in gegund, zijn tijd in gegund om te zeggen, zie wat je wilt doen. Want ondanks dat je mij graag ziet... Ik ben zo liefde en liefde is alles. En we zien wel en we geraken erdoor. En hij is meer rationeel. En dit zijn nu de feiten. En zo en zo en zo. Dus
Hij heeft een totaal andere mindset om naar echt het leven te kijken op dat vlak. Dus ik heb hem heel veel tijd gegund om daarover na te denken. En dan, ja, zoals ik zeg, was het even een moeilijke periode. Hè, van wat gaan we daarmee doen en hoe gaan we dat zien? En, want onze relatie op zich gaat natuurlijk in een versnelling. Je gaat van elkaar leuk, spontaan, dieper leren kennen dan dat je elkaar vriendschappelijk kent, naar mama en papa zijn. Dus dat is, we moeten samenwonen, we moeten alle stappen zetten in één keer. En ik wou ook gewoon heel zeker zijn, voordat ik dit deelde met de wereld, dat ik wist waar ik aan toe was. Nu, op zich heb ik altijd wel een gevoel gehad dat we het samen gingen doen, omdat we elkaar echt oprecht graag zien. En dat weet ik. En ik weet dat dat vanuit een hele mooie plek komt. En dat het vandaar eigenlijk gewoon gebaseerd was op kies voor die liefde, kies voor die jump, kies voor het onbekende. Hoe eng en angstaanjagend dat ook is en hoeveel onzekerheid dat je ook hebt. Dus voor mij was dat eigenlijk instant al beslist van ik hou het en ik hoop in mijn hart dat je de uitdaging met mij wilt aangaan. En dat heeft hij dan ook gedaan. Dus ja, dat was allemaal moeilijk. In die periode zelf, dus die eerste 8 weken eigenlijk, ja, heb ik wel heel diep healing ook moeten doen. Dus dat, ik kon niet blij zijn voor de zwangerschap, ondanks dat ik eigenlijk heel blij was, kon ik niet blij zijn. Omdat gewoon niks echt klopte. En ik weet nog, als ik het vast had, ik had de test vast en er stond eerst 1 streepje, dus ik was zo niet zwanger. En toen voelde ik een verdriet opkomen ergens. Dat is heel raar. Van, oh, ik ben eigenlijk niet... Ik had het precies niet zo erg gevonden. Maar oké, goed, want eigenlijk... Nu past dat totaal niet. Dus je hebt opluchting en een beetje sadness. En dan een uur later... Ik had die test bewust laten liggen. En een uur later ga ik kijken. En er kwam een 2e streepje tevoorschijn. En toen dacht ik, shit. En toen ben ik beginnen wenen. Van, nee. Dat past nu niet. Dat past niet voor mij in C eigenlijk wel, voor hem gewoon niet. Hè. Hij is ook 28 jaar, hij heeft ook zijn vaste job en zo, maar dat is allemaal nog heel pril voor hem. Hij staat eigenlijk gewoon anders in het leven, ergens anders in het leven, ook dan ik momenteel. Ik kwam er veel vraagtekens bij kijken, maar ik wist ook instant als ik de test had en het was zwanger, dan ben ik nog 2 testen gaan halen om zeker te zijn. En dan wist ik ook van, oké, het is een meisje. Dus dat voelde instant, het is een meisje. Ik heb dan ook heel mijn spirit team en al mijn vriendinnen en mijn heksjes bijeengeraapt. En ik heb iedereen laten intunen en ik heb iedereen laten vragen aan boven waarom dat kwam. En er is eigenlijk niemand die mij gezegd heeft van, het klopt niet. Iedereen zei, dit hoort nu te gebeuren voor u en voor hem en hoe... Niet leuk dat ook even is, gewoon in de onzekerheid waar je in zit. Het gaat heel mooi zijn, het moet een mooi verhaal worden. En dus ging het er eigenlijk over van, ga ik het houden of niet? Maar voor mij was het heel onmogelijk om erover te denken, om het weg te doen. Omdat ik niet zo in elkaar zit. Dan kun je kijken naar gewoon de feiten, 3D gezien, ik ben geen 16 meer. Je kunt niet zomaar een kindje wegdoen. Zeker niet als ik kijk naar hem, weet je, ik zie hem graag, ik zie hem ook long term, dus het is niet dat het zomaar iemand is. Dus daar kwam ik ook allemaal bij kijken en dan 5D gezien wist ik ook van, dit is mijn volgende hoofdstuk samen met hem, punt aan de lijn. En als ik nu die dominoblok wegneem en wat dan moet vallen, valt niet, dan ga ik een andere soort karma, als je het zo wilt noemen, of een ander pad creëren waar ik niet op hoor te zitten. En waar hij ook niet op hoort te zitten, want hij gaat dan niet leren wat hij nu moet leren door die baby, door mij, door de liefde die we gaan delen, door het pad dat we gaan bewandelen, door u over te geven aan iets dat onbekend is. Dus er komt zoveel bij kijken. En ik droeg op dat moment een hele grote verantwoordelijkheid voor die kleine baby. Instant was dat gewoon van, ja, let's do it. En ja, hier zijn we nu. Ik ben dus vandaag 12 weken, 6 dagen. Ik heb zo net telefoon gekregen dat het helemaal gezond is en dat het een meisje is. Dus dat bevestigt natuurlijk ook wat dat we altijd al die tijd al gevoeld hadden. En nu is het een kwestie van beginnen nesting. Een soort van aankopen van babykamer en alles.
We gaan voorlopig nog tijdelijk hier blijven wonen. En verder heb ik nog niet superveel nieuws. Ik ben heel excited. Ik ben ook heel blij dat ik het eindelijk kan hardop zeggen en delen met jullie. Ik ben mentaal klaar om mama te worden. Ik ben emotioneel klaar om mama te worden. Ik zeg het zo, het geregeld allemaal hier. Ben ik daar klaar voor? Ik denk dat je daar nooit klaar voor bent, dus dat ga ik zeker niet zeggen. Maar ik zeg het, ik ga de uitdaging aan. Ik heb heel veel liefde in mij om te geven. Aan de kleine baby. En ik kijk ook uit naar wat het met mij gaat doen. Mentaal, fysiek, mijn lichaam. Hoe dat ik het ga integreren. Ook in mijn leven, in mijn werk, in mijn trainingen. Dus er komt wel veel bij kijken. Maar ik ben excited. Wie is Bries? Ja, een zalige kerel die in mijn leven gekomen is. Waarom? Om mij vooral te doen helen van een vorige zware relatie. Die al jaren speelt. Hè? Dus, en eigenlijk instant, als ik de connectie met hem voelde, was dat healing op zich. Dus hij heeft echt in mij wakker gemaakt dat ik opnieuw op die manier kon liefhebben. Degenen die heel dicht bij mij staan, die weten dat ik echt op zoek ben naar iets heel specifiek. Zowel emotioneel als de connectie tussen u twee in energy als sexual. En dat is echt zo iets dat heeft nooit geklopt eigenlijk in mijn leven. Ik heb dat nog maar één keer in mijn leven gevoeld ooit. En daarna, de relaties die daarna kwamen, waren nooit dat. En ik heb daar heel veel van afgezien. Ik heb daar heel veel heling op gedaan. Ik ben daar heel wanhopig door geworden. Zo van, dat bestaat niet meer. Het is niet meer weggelegd voor mij. Ik ga dat niet meer ontmoeten. Totdat hij kwam. En die heeft zoveel... En het ding is ook, hij beseft dat niet eens. Hij heeft echt geen idee van wat hij met mij doet. Hoe gelukkig dat hij mij maakt. Gewoon bij hem zijn in een ruimte, in een kamer, is voor mij rust. Geen zorgen, geluk. En het coole ergens is ook, hij is echt wij zijn heel hetzelfde op heel veel gebieden. Zo, daarmee, ik zie ons niet veel ruzie maken over prullen en zo, want wij zijn echt wel op heel veel dingen hetzelfde en we hebben zo hetzelfde humor en we zijn ook allebei twee lui en genieten van het leven en we zien wel zo. Maar in het leven zelf zijn we heel anders. Dus ik ben heel ambitieus en ik moet daar naar daar. En hij is heel relaxed en niet te veel hopen en dromen, maar gewoon zien wat er morgen komt. En ik ben super spiritueel en ik geloof in alles wat jullie weten dat ik doe. En hij is dat allemaal aan het ontdekken, want hij gelooft dat niet. Voor hem is dat, nee, er is alleen wetenschap. Hè? Maar hij apprecieert wel heel erg wat ik doe met mijn job. En hij draagt zijn moldafiet. En als ik zeg dat hij beter slaapt met een specifieke steen onder een kussen, zal hij dat allemaal doen. Dus het is niet dat hij dat niet doet. Want hij zegt ook, als jij erin gelooft, dan doe ik het. En dan zien we wel wat het geeft. Dus dat is mooi. Maar in de visie naar de wereld toe en geloof en zo, zit er een groot verschil op. Wat niet wil zeggen dat hij niet openstaat om daarnaar te luisteren en dat te ontdekken. En ik zeg het, dat is ook de reden waarom ik gekomen ben. Om hem meer emotional te maken. Meer leren voelen in plaats van nadenken. En hij komt mij meer mens maken. Meer gronding. Meer gewoon Axel hier en nu in plaats van Axel boven. Niet te veel tralala. En dat vind ik wel heel leuk. Dat je heel duidelijk ziet wat we bij elkaar teweeg brengen. En natuurlijk weet ik totaal niet wat de toekomst is. En dat is ook het ding, je weet niet of je voor altijd samen blijft. Maar het gaat er vooral over dat we de sprong wagen om te kiezen voor de liefde die we hebben. En om dat verder te ontdekken. En ik kijk 14-14. Thank you, spirit. Dus dat. Dat is ook geen camera, die is ook camera shy. Hè? Dus je gaat hier niet superveel zien. Als je nou op de foto moet, dan zal het zijn omdat ik het heb gezegd. Dus dat zal af en toe passeren. Maar ik ben wel excited om er nu te kunnen over babbelen, om het te kunnen delen met jullie. Ja, ik heb nog geen buikje per se. Ja, eigenlijk wel.
ja, 12 weken, ja, je kunt dat zien. Ik kan in ieder geval, echt, ik moet al echt intrekken, maar het hangt altijd zo. Dus het is nu 6 centimeter groot. Wacht, ik zal eventjes een echo erbij halen. My little baby, here he is. En ja, ik ben heel blij. Super blij. Super blij. Ik ben vooral blij dat het gezond is. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ook Echo 2 was heel leuk om te zien, want je ziet dan eigenlijk zo hoeveel dat beweegt en wat dat doet. En dat was aan het wuiven en op zijn duim zuigen en op haar duim zuigen. En allemaal super mooi om te zien. En nu is dat dan nog maar zo groot. Maar dat gaat zo snel. Super snel. Dus om misschien te zeggen hoe dat ik dat al heb ervaren tot nu toe, is dat ik in het begin heel veel rugklachten had. Dat ik, ik doe niks als. Nu is het beter precies, een paar dagen al. Maar ik deed niks als slapen, dus ik deed 2 uur per dag dutjes. En dan ging ik ook heel veel naar het wc. Dus ik moest dan ook mijn light coachings, ik doe dat nog altijd, ik zal dat blijven doen, maar dat vergt gewoon meer van mij, meer energie. En dan moet ik bewust zeggen, ja, ik slaap nu en ik doe maar 1 en daarna doe ik ook geen PT meer. Dus dat is gewoon een beetje meer zorgen voor mezelf. En als ik dan slaap, 's middags, voel ik me echt zo een lui doos, dus dat is helemaal niet mijn ding. Waar het mij ook kwam leren om te zeggen van ja, maar je mag rusten. Je moet niet altijd iets gedaan hebben om te rusten. Want meestal ben ik wel zo, ah, nu heb ik goed gewerkt, nu mag ik Netflixen. Terwijl gewoon Netflixen of uitslapen, dan zou ik zoiets hebben van Axel, je zit niks aan het doen. En dan straft je je eigen eigenlijk in je hoofd. Dus dat is ook wel iets wat ik geleerd heb daardoor. Ik heb nooit overgegeven, want ik geef niet over. Ik heb dat eigenlijk... Ik heb daar altijd een fobie voor gehad, tot de ayahuasca-ervaring. Dan heb ik die fobie doorbroken. Nu zou ik dat kunnen doen, maar dat zit niet in mijn aard om over te geven. Dus ik kan dat ook heel goed handelen hier in mijn brein. Dus als dat niet moet komen, als ik dat niet wil, komt dat niet. Maar ik was wel heel misselijk. Zowel dat je denkt van, ik ga bekan, maar zoals ik zeg, ik controleer dat wel. Dus nee, ik moest dan altijd eten. Dus om de 2 uur is mijn maag leeg. En dan zijn ze echt gewoon ziek en dan moet je opnieuw eten. Dus ik heb heel veel gegeten en heel veel rare dingen, gelijk dat je soms misschien zien hebt uit 10 uur 's morgens, spaghetti en dan soep en dan een pocketikibol en dan s'avonds nog kip met rijst. En dan en constant, je eet gewoon heel de tijd. Ja, dan zogezegd voor 2, maar dat is niet voor 2. Hè. Dat is gewoon omdat je misselijk bent en je moet eten, want anders dan zijn ze ziek. Dus dat is het. Hè. Ik slaap heel onrustig, want ik doe veel pipi. En ik ben iemand, standaard sta ik 3 keer per nacht op om pipi te doen. Dus ik doe nu maar 2, dat is 6 keer dat ik pipi doe. Hè. Voor de rest, ça va. Ik denk dat het ergste voorbij is qua die misselijkheid en zo de symptomen en zo. En nu is het... Ik voel vandaag gewoon heel veel rust met het weten van het geslacht. Alles erop aan. Straks komt Laura naar mij, mijn vriendin. We gaan samen cupcakes maken met een vulling. Want ik ga geen gender reveal doen of zo, maar ik ga wel een leuke cupcakes maken voor mama, voor Brie zelf, voor mijn en voor Joni en Max dan, onze beste vrienden. Om hun en mijn tante en mijn onkel, om eigenlijk, en mijn Bonnie, om dan eigenlijk te zeggen van oké, wat is het? Ik wil niet gewoon bellen, ik wil op zijn minst gewoon een klein cadeautje kunnen geven. Dus dat is het verhaal van Axel die plots zwanger was. Gek verhaal, leuk verhaal. Ik ga jullie helemaal meenemen door het proces. Ik ben uitgerekend voor rond de 20e september. Ik heb altijd gezegd 17, 18 september, wat ik voel. Het is een maagdje. Dus ik heb ook al gekeken naar de birth chart. Dan weet ik heel goed hoe dat ik met haar moet omgaan. Hè. Dus het wordt een pittig ding. Maar maagd is mooi, maagd is spiritueel, maagd is ook dienstbaar. Dat wil ook iets doen hier. Dat heeft structuur nodig. Dus dat komt dan eigenlijk, omdat ik iemand ben zonder structuur, komt mijn structuur leren. En dan zullen we wel zien wat dat geeft. Voilà, dit was de eerste update. Ik denk dat ik nu wel rond ben. Ik heb alles gezegd. Ik ben blij. Let's see waar deze avontuur ons brengt. Mwah.